Goedenavond. Dit is het TV Enschede Nieuws van dinsdag 8 november. Met vandaag is er nog hoop voor zwembad De Brug. En welke Piet is in Enschede? Maar het is nog maar de vraag of ook de omwonenden akkoord gaan met deze variant. Zij hebben ingestemd met het eerste ontwerp. Maar nu de moskee er meer uitziet als een moskee in Turkije, zullen zij waarschijnlijk opnieuw van zich laten horen. En morgen meer over dit onderwerp in de Tubantia. Dit weekend komt Sinterklaas weer aan in het land. En rondom de Pieten is er ook dit jaar weer veel commotie. Blijven ze zwart of worden het roetveegpieten? Twee Pieten waren vandaag al in Enschede op verkenning. Een mooie gelegenheid om te peilen welke Piet populairder is in Enschede. Ik vind het een kinderfeest. En eigenlijk heb ik er geen mening over. Want ik zeg, het is voor de kinderen. En ik wil gewoon helemaal geen mening hierover hebben. Als de kinderen het maar leuk hebben. Dat is mijn mening. We doen niet aan discrimineren, dus je bent zeker geschikt voor een Sinterklaasfeest. Jij ook trouwens, hè? Hey! Ja, ik vind die Piet moet gewoon blijven. Want dat is gewoon, dat is al oer, dat is oer van... Dat moet blijven, maar die andere die moet gewoon naar huis. Ja, gewoon naar huis of waar. Nou, ik vind dit voor mij ook een Piet. Het is misschien een Piet in een nieuw modern jasje gestoken, maar ik vind het zeker ook een Piet. Maar ik hou ook nog altijd van deze Piet. Ja. Maar vindt u dat het Sinterklaas net zo leuk blijft met de roetpiet? Maar natuurlijk, dat hangt toch niet af van het kleurtje. Ja, ziet er leuk uit, maar geef me toch maar de echte. Wat vind je van de mensen die er zo'n commotie over maken, over de Pieten-discussie? Ik vind het gewoon eigenlijk gewoon heel dom. Want in principe is het een traditie. En een traditie zou je niet af te breken. Als je nou onze roetpiet kijkt, wat zou je daar eigenlijk van zeggen? Krijgen jullie daar een Sinterklaasgevoel bij? Ja, ik vind het een beetje zielig. Hij is niet zwart genoeg. Ja, vind ik. Nou, ik vind gewoon het moet zo blijven. Ik vind het flauwekul. 100% Piet blijven. Zwarte Piet, al die flauwekul. Maar mag voor mij ook een keer een roetpietje tussendoor lopen. Maar Zwarte Piet moet blijven. Ik heb mijn keuze al gemaakt. En dat is? Deze. Heel simpel. De enige echte. Oké, kunt u misschien ook uitleggen waarom dat de enige echte is? Zo ben ik groot geworden. Met deze Pieten. Wie vind je leuker, jij of mij? Nee, mij. Ik vind mezelf echt wel leuker dan jou. Ik vind mij leuker. Nou. Nee, ja, en ik vind jou stiekem ook wel leuker. Maar jij ziet er ook wel heel leuk uit eigenlijk. Oh, dankjewel. Ze zijn allebei wel leuk, hè? Ja. Conclusie, allebei leuk. Iedereen is leuk. En de Pieten bij de intocht komende zaterdag zijn bruin. Al in 2007 koos het Sint-Nicolaascomité van Enschede ervoor om geen zwarte Pieten meer in te zetten, maar bruine. Bruin is vriendelijker en komt ook beter over op foto- en filmbeelden, zo zegt de organisatie. De intocht in de haven van Enschede is zaterdagochtend rond 11 uur. Dan naar de politiek, de programmabegroting van Enschede. De gemeenteraad sprak gisteravond urenlang over waar het geld volgend jaar aan besteed moet worden. Veel uitgaven staan al vast, maar een deel kan nog worden ingevuld. En daarbij wordt ook gekeken naar Duitsland om het aantal mensen in de bijstand terug te dringen. 138 Enschedeërs worden momenteel klaargestoomd voor een vaste baan in Duitsland. De gemeente betaalt alleen als dat ook succesvol gebeurt. Het is de eerste grensoverschrijdende Social Impact Bond ter wereld. Het is de bedoeling dat de werkgever de deelnemer in dienst neemt, zodat deze geen uitkering meer nodig heeft. En dat past precies bij de ambities van het college en van de gemeenteraad. Gisteravond werd door de raad ook gesproken over zwembad De Brug. De PvdA wil dat het zwembad van Glanenbrug pas dicht gaat als er een nieuw zwembad is. De partij komt volgende week met een motie daarover. Maar of er voldoende steun is in de raad is maar de vraag. Burgerbelangen was eerder ook kritisch over de sluiting van De Brug. Maar die partij wil nu eerst het onderzoek naar het toekomstige zwembad afwachten. Dat onderzoek komt pas in oktober volgend jaar in de gemeenteraad. De Joodse gemeenschap van Enschede wil meer naar buiten treden. Ook omdat veel mensen maar weinig weten over het Jodendom. Vandaar dat het project Leer je buren kennen is opgestart. In de synagoge aan de Prinsenstraat was vandaag een ontmoeting tussen de Joodse gemeenschap en studenten van het ROC van Twente. Zij spraken samen over geloof, vooroordelen en tradities.
Bij Leer je buren kennen gaan we in het gesprek letterlijk met je buren. Het is ook opgezet bij de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam, waarbij de buren het ROC waren. En we konden de hekken hoger optrekken of we konden met de buren in gesprek gaan. Dus we gaan in gesprek met elkaar over wat Jodendom precies is. Maar we gaan ook in op de achtergrond van de leerlingen. Dus we leren echt elkaar beter kennen. Ik heb zo vaak met andere mensen gewerkt, met die andere geloof, andere buitenlanders, waardoor je gewoon eerst met ze samen moet werken, voordat je pas kan oordelen wat je er echt van vindt. Vaak is er weinig kennis van, maar dat is juist leuk. Dus dan heb je echt een beetje een open houding daarin. Soms denken mensen dat ze er veel van af weten, bijvoorbeeld door social media en dergelijke. En dan is het juist leuk om daar met elkaar in gesprek over te gaan. Van waarom, waar komt dat vandaan, die kennis? Wat voor dingen zijn er al bekend? We beginnen vaak ook met een oefening waarbij je dus het opschrijven wat ze al weten. En naar aanleiding daarvan gaan we dus meer het gesprek aan. En dan weet je al een beetje welke richting je op moet gaan. Ik kijk nu echt wel heel anders tegen Joden aan, zeg maar. Want ik wist echt niet dat Joden, zeg maar, ook zo blank uitzagen, zeg maar. Ja, dus ik dacht, zeg maar, vroeger dacht ik altijd dat, ik wist niet eens wat Joden waren. Ik wist niet eens, ik dacht gewoon dat het een scheldnaam was voor bepaalde mensen of zo. Maar ik wist niet dat het echt een ras was of zo. Maar ja, nu weet ik dat. Je had eigenlijk geen vooroordelen voordat je hier kwam? Ja, niet echt, laat maar zo zeggen. Maar bijvoorbeeld dat briefje. Je denkt wel gelijk aan vergassingen, Hitler, Kamp, Polen. Al die dingen, omdat het allemaal in de geschiedenisboeken is geschreven. En dat heb je als allereerste in je hoofd en dat leer je ook. En als je op dit moment dus na dat je hier het kringgesprek hebt gehad, het briefje opnieuw in moet vullen, wat zou je er dan neerzetten? De regels, trouwdag, wetten. Maar bijvoorbeeld niet meer wat ik net zei. Dat zou ik denk ik niet meer doen. En dan nog het weer. Na een koude dag zakt de temperatuur vannacht tot het vriespunt. Morgen dan begint de dag opnieuw zwaar bewolkt, maar het is wel droog en het wordt maximaal 4 graden. Morgenavond kan het gaan regenen en zelfs gaan vriezen. De rest van de week blijft het echt herfstweer met veel regen. En tot zover dan het TV Enschede Nieuws van dinsdag 8 november. Nu eerst het NOS Nieuws in 60 seconden. En daarna neemt de Vrije Republiek Twente onze zender over. Jan Mededorp praat vandaag met Danny de Vries. Hij is de directeur van de Twentse ambassade. Ik wens u een fijne avond verder.